Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben op locatie waar we het gaan hebben over hoger onderwijs in Suriname. En daarbij ga ik hebben een gesprek met algemeen directeur van de IBSAE, dat is de heer Robbie Rijssel. Meneer Rijssel, welkom in gesprek met. Dankjewel. Jawel, bij mijn intro heb ik het gehad over IBSAE. Mensen gaan zich afvragen wat dat nou is. U bent de algemeen directeur. Kunt u ons een beetje inlichten wat IBSAE precies is en wat het inhoudt? IBSAE staat voor de International Business School Americas Europe. Er zit een bepaalde filosofie in de naamgeving. Het idee is geboren toen bij het afstuderen van mijn jongere broer Glenn Rijssel, die toen de directeur was hier. En het idee om zorg te dragen dat er een verbinding ontstaat tussen Suriname en Nederland. In die periode hebben wij toen een document gezegd, Giving Back, waarvan we vonden dat alles wat wij hebben geleerd in Europa terug zou moeten brengen naar Suriname. Dat idee van giving back heeft toen geresulteerd in de twee continenten, leerconcepten van de twee continenten met elkaar te verbinden. Europa en Amerika. En wij wilden dat doen in Suriname. Dus de naam IBSAE staat in feite voor de verbinding van leerconcepten die in Europa ontwikkeld zijn en leerconcepten die Amerika ontwikkeld heeft en die bij elkaar te brengen en zorg te dragen dat wij in Suriname iets kunnen aanbieden waardoor op elk geval op HBO niveau opkomende managers op een zeer praktische manier een MBA opleiding zouden kunnen doen. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. U heeft het al mooi een beetje ingeschoven. Opkomende managers, dat wil zeggen dat op uw instituut dat mensen hun masters kunnen doen. Heb ik goed begrepen? Het is een masters in opleiding. Master in Business Administration. Er zijn heel veel van dit soort type opleiding. Waar onderscheiden wij ons in? We onderscheiden ons in het concept. Wij maken gebruik van het concept van action en experience learning. En het concept van action en experience learning verbindt de praktijk, de praktische situatie, met de theoretische wijze. Om heel concreet te zijn, studenten die bij ons studeren, die beginnen allemaal in een opleiding om in het bedrijf waar ze werken een organisatieanalyse te maken. Hoe ziet je bedrijf eruit? En daar halen ze in feite de thema's voor de rest van de studie. Het model dat gehanteerd wordt is dat wij het action learning concept, is gewoon een onderwijskundig concept of model, waarbij de student met andere studenten over vraagstukken, thema's praat. En het is in praten van dat als, laten we zeggen, we praten over human resource management en ik werk bij bedrijf X. Zijn er vraagstukken die in mijn bedrijf, in mijn organisatie spelen. Maar als ik het met anderen doe, elke organisatie bijkans dezelfde vraagstukken. Alleen is de aanpak anders. Door die kruisbestuiving van die studenten onderling, leren ze iets meer dan normaal. Dus de verbinding van praktijk en theorie, die gebeurt direct. Dus de meerwaarde, en waar wij ons echt onderscheiden van anderen, is dat we onze studenten zodanig voorbereiden dat ze direct, terwijl je bezig bent in die job, je gewoon, die studie ondersteunt jou om beter te performen in je eigen werk. Dus dat is een close relations dat we maken tussen die twee vanuit het onderwijsconcept. We onderscheiden ons daardoor ook in vergelijking met de rest. Het is niet alleen maar theorie, nee. Accent ligt om die praktische verbinding tussen wat in de praktijk gebeurt, welke theoretische kaders moet je erin en direct oplossingsgericht werken. Da, da.
Dat is heel anders om het zo te zeggen. Het is ook gelijk direct. Zodat je ook van elkaar kan leren. Bedrijf A, bedrijf B, bedrijf C. Iedereen heeft andere werkwijzes en andere denkwijzes. Dus ik snap het. Maar ik heb ook begrepen dat 2021 ook een heugelijk feit is. Dat het instituut 10 jaar bestaat. Het instituut bestaat nu 10 jaar. En zoals we altijd weten, als je 10 jaar bestaat, heb je... Je bent ergens begonnen. Je staat nu op een bepaalde plek. We zijn begonnen, in principe zeggen we zeggen 10 jaar, maar onze activiteiten brengen ons al vanaf 2006, 2005, 2006, waarbij wij vanuit onze onderwijskundige achtergrond, Glenn en ik, begonnen om activiteiten te promoten in Suriname, vooral onderwijskundige ontwikkeling. Want een van de dingen die toen is opgezet is Stichting Onderwijsontwikkeling Nederland-Suriname, SOENS. Daarmee zijn we toen begonnen en vanuit SOENS zijn er verder activiteiten geweest. Dus SOENS is een stichting om in feite dat stukje onderwijs. We zijn onderwijsmensen, dus dat was belangrijk. En de periode 2007 tot 2011, want formeel zijn we in 2011, een instituut geworden, formeel. Maar daarvoor hebben we allerlei voorbereidende activiteiten gedaan. We zijn bezig geweest met boeken, met onderwijskundige boeken voor Suriname. We hebben allerlei sociale projecten gedaan. We hebben in feite een situatie gecreëerd dat je in die gemeenschap ook zichtbaar was. En het was obvious dat wij op een gegeven moment, na het afstuderen van Glenn, die toen zijn MBA maakte en zelf het concept van Action Learning had meegemaakt, hebben wij toen in ditzelfde gebouw, we hebben het toen genoemd het Flora Akkoord. Okay. En het Flora Akkoord was de intentie die Humphrey Ben, Glenn Reijssel, Richenel Truusvoelt en Robbie Reijssel hebben getekend om die MBA te beginnen in Suriname. Het Flora Akkoord is toen de basis geweest voor IBSI. En daarmee hebben we toen ook aangegeven, we hebben een aantal dingen gedaan, promotieactiviteiten. En waardoor in 2011 formeel dat instituut geformaliseerd werd. Daarna kregen we toen dat we direct ook begonnen met de opleiding. We hebben dus in die 10 jaar is er heel veel gebeurd. We hebben heel veel studenten gehad die het gedaan en gemaakt hebben. We hebben een gemiddelde slagingspercentage gehad over de 10 jaar van rond 55%. Voor dit type hoger onderwijs is het een vrij hoge percentage dat mensen afstuderen. En de mensen die zijn afgestudeerd, die zitten allemaal, zover ik weet, allemaal zitten goed. En ze hanteren en werken met het Action Learning model. Maar dat is belangrijk, dat we geven mensen, ze hebben tools meegekregen om zowel hun eigen competentie, maar ook directer in hun eigen organisatie bezig te zijn. Maar ook als in een andere organisatie, waarbij mensen blijven niet altijd op één plek zitten. We veranderen ook van baan. Ook dat je als je baan neem je in feite die ervaring mee. Want de studenten leren concepten. Ze leren modellen om te hanteren. Als we praten over strategie, hebben ze een strategisch model geleerd. Hoe ze te gebruiken, hoe die toe te passen. En in elke situatie waar zo iemand komt, moet de persoon in staat zijn om dat te kunnen doen. Laten we eerlijk zijn, die opleiding is niet makkelijk. Het vraagt veel van mensen die werken en willen leren. Het vraagt veel. Dus daarom moet je zien daarom sluit dat concept in van je doet dingen, je hebt een opdracht in je werk. En je moet zelf over nagedacht, hoe ga ik dat ding oplossen? Maar je hebt een opleiding die je daarbij die ondersteuning met die tools direct meegeeft om de vraag die je op je werk hebt, simultaan te doen. Wij gaan jou beoordelen, heb je die concepten goed toegepast? Het bedrijf gaat jou beoordelen, heb je de resultaten gehaald die ik wil hebben.
zie hier de aansluiting van theorie en praktijk. En dat is in feite onze kracht. En we geloven dat in de, als ik kijk naar Suriname vandaag, dat dit een van de belangrijkste dingen is. We hebben achterstanden. We moeten niet zeggen dat Suriname hier. We hebben achterstanden op het gebied van opleidingen en mensen klaarstomen voor geweldige jobs die ze moeten doen. En wij geloven dat het antwoord ligt. Het antwoord ligt in dat action learning concept. Als ik dan ook zo goed naar u luister, samenwerking ook met Nederland en Suriname, dat we dan ook, als ik tussen de regels door mag lezen, dan wil dat aangeven dat IBSAE een geaccrediteerde instituut is. Ik laat me dat heel goed uitleggen. Want we hebben een partnerschap met de Business School Nederland. En de Business School Nederland is een geaccrediteerde opleiding. Studenten die bij ons afstuderen krijgen een geaccrediteerd Nederlands diploma. Okay. Ze krijgen een Nederlands diploma. Ik wil over Suriname niet zeggen, maar goed. Suriname hebben we, dat punt is, tot op dit moment vraagt men dat opleidingen geaccrediteerd worden. Als ik het goed heb, hoorde ik nog de minister zeggen, voorlopig heeft ze er alle aandacht moeten besteden aan het lager onderwijs vanwege corona en allerlei dingen. Het hbo-onderwijs moet zich wel redden, want we moeten distance learning gaan doen, we moeten online, we moeten onze, in elk geval de uitvoering van curricula, moeten we op een andere manier gaan doen. Dus dat wordt even aan ons overgelaten. Het feit dat wij met een geaccrediteerde opleiding bezig zijn, die internationaal een internationale bevoegdheid heeft, dat is voor ons gewoon een pre. En als je kijkt eens in de hele wereld van HBO in Suriname, gaat u merken dat bijna alle instituten samenwerken met een geaccrediteerde buitenlandse organisatie. Weet je, het accrediteren van een opleiding in dit land is duur. Kost heel veel geld. En de instituten moeten het op kunnen brengen. Maar het brengt met zich mee dat je dan ook heel veel geld moet gaan vragen aan mensen om te studeren. Een MBA-studie wereldwijd, die ligt echt boven de 10.000 euro. Wow. Sommige instituten zijn nog duurder. En mensen die een master willen maken, echt op een international level, weten het. Je praat over 10, 12, minimaal. Hè? Minimaal, afhankelijk van welke instituut je zit. Het is duur, het is heel erg duur. Als ik kijk naar die ontwikkeling van Suriname op dit moment, dan denk je, wauw, met alles wat we hebben, met valuta en al dat soort toestanden. Is het moeilijk. Ook wij voelen dat hoe moeilijk het is, want we hebben een partnerschap met een buitenlandse instituut. En die buitenlandse instituut, daar moeten we ook betalen voor de diensten die zij verlenen. En moet allemaal in valuta in buitenlands geld. Ik kan me best wel indenken. Als je dan zo uitlegt dat als mensen hun masters willen afmaken, willen mensen dat nog steeds, dat nadat ze hun bachelor hebben gehaald, dat ze toch nog vinden van, ik wil toch nog mijn master hebben? Ik denk dat mensen, vooral de generatie die nu is, denkt aan de toekomst. Het is een investering. Your money is never lost. Klopt. It's never lost. Ik pleeg te zeggen, ook omdat je moet jezelf voorbereiden op datgene wat jij nog niet weet. Als wij nu bijvoorbeeld, om een simpel voorbeeld te nemen, we kijken naar Suriname, iedereen praat over, straks hebben we oliefondsen, we hebben dit, we hebben dat. Maar ik hoor niemand praten over, maar hoe gaan we dat ding voorbereiden? Hoe gaan we dat kader voorbereiden? Wat heeft ons kader nu nodig? Kunnen we de instituten nu aanspreken om curricula zodanig in te richten, dat wanneer we in 2023 of 2025 zijn, dat we zelf mensen kunnen afleveren? Of willen we wachten dat al die mensen vanuit het buitenland komen om die functies en die posten in te vullen?
er wordt daar niet over gesproken. Terwijl ik denk dat met mij en met al die allerlei HBO-instituten die er zijn, en nu juist gekeken zou moeten worden, wat is really nodig in Suriname op dit moment, met al die mooie perspectieven die er gecreëerd worden, hoe kunnen we onze eigen mensen een zodanig pad bieden dat ze dat kunnen? En het zou mij een geweldige deugd zijn hoor, of als die gedachte in feite steeds meer vorm zou gaan vatten. En hoe lang duurt zo'n masteropleiding? De opleiding duurt in principe 3 jaar. Dus de opleiding van 3 jaar. Met een uitloop, want het kan altijd, naar een 4e jaar. Dus 4-jarige opleiding, dat moet je wel af hebben. In Nederland is dezelfde opleiding 2 jaar. Oh, okay. Maar omdat het is een ander land, men is anders gewend, men zit helemaal niet, we zeggen Suriname, nee. We bepaalde dingen hebben we niet, we moeten bepaalde vaardigheden eerst aanleren. Dus zeggen, laten we dezelfde opleiding 3 jaar uitspreiden. Zij die mensen, de student die sterk is en er helemaal voor gaat, die zie je dat in 2,5 jaar maakt hij die opleiding af. Maar de gemiddelde student, Surinaamse student, heeft een heel andere tempo. Klopt helemaal, vooral als je ook werkt. Ja toch, het is een heel andere tempo. En u gaf in het begin aan dat u samenwerkt met een geaccrediteerd Nederlandse opleiding. Dus dat wil aangeven dat studenten krijgen. Het geheel monitoren we samen in het geheel. Het voldoet aan de, want in feite, Suriname accepteerde internationale accreditatie, omdat, weet je, voor HBO-opleidingen zijn internationale afspraken. Het is niet dat zomaar, het is een internationale afspraak die geldt voor alle landen. We noemen het, er is een Dublin-akkoord, en het Dublin-akkoord, daar is wereldwijd vervat waaraan dit soort type opleidingen moet voldoen en dat soort dingen. Het zal per land zal het verschillen. Maar wereldwijd, wat de eis is, dat staat gewoon vast. Maar de vraag van me zou eigenlijk zijn van, als ze een Nederlands diploma krijgen, nadat ze hun thesis hebben verdedigd, dan moeten ze afreizen naar Nederland om hun diploma te krijgen? Wat er is, wat we nu hebben wat in de opleiding zit, is dat een deel van de studie in Nederland moet plaatsvinden. Oh, oké. Een deel. Er zijn een aantal onderdelen. Nu hebben wij een discussie gelet op heel corona probleem gebeuren en dat soort dingen. Wat is nu? En je ziet dat de meeste landen, Amerika, de meeste landen hebben het direct geregeld omdat ze met heel veel buitenlandse studenten zitten. Waar in elk land dat eis is, je moet een deel van je studie gewoon in mijn land gedaan hebben, dan geldt het. Je ziet dus dat daar er een aanpassing is gekomen van de wetgeving, waardoor de studenten ook als ze online les krijgen of op afstand les krijgen, dat de diploma aan dezelfde voorwaarden blijft voldoen en in feite een volwaardige diploma krijgt zoals dat is voorgeschreven. Maar corona brengt heel veel mensen met zich mee en dus je ziet overal dat men aan het nadenken is van hoe moeten we dat ding in feite verder vorm geven. En hoe was de feedback van de alumni van IBSAE? Nou, ik heb in dit geval, het lijkt mezelf om, ik heb Simona Boldewijn, om haar ervaring te geven van nou, hoe heb je die opleiding ervaren? Hoe zit het en hoe gaat het? Dus het lijkt me ook handig als zij dat verhaal zelf vertelt. Oké, dan gaan we even naar mevrouw Simona Boldewijn. Zo, mevrouw Boldewijn, welkom ook in gesprek met. Meneer Rijssel gaf aan dat u zelf uw ervaring mag vertellen, want hij zei hij kan niet praten over feedback die hij heeft ontvangen van zijn alumni. U heeft ook een MBA gedaan, neem ik aan. Kunt u de kijkers een beetje uitleggen hoe u dat heeft ervaren? Ja, dank u wel. De MBA bij IBSAE is
een heel erg intense studie. Je bent veel op jezelf aangewezen. Het gaat om action learning. Dus ja, je volgt de colleges, één college in de zoveel tijd en dan moet je verder gaan werken. Je bent helemaal ja, niet echt op jezelf aangewezen, want je bent aangesloten bij een subset. Dus het moment je een product moet leveren, is dat samen met een groep van soms 4, soms 5 man, dat je dan eigenlijk de opdracht gaat bespreken en zo invulling geeft aan jouw opdracht. Dus iedereen heeft zijn eigen opdracht, maar het wordt dan besproken met de rest van de groep. Als je met iets zit, krijg je dan feedback van je groep, waardoor je dan uiteindelijk je product krijgt. Dus aan de ene kant een beetje op jezelf gewezen, maar aan de andere kant toch weer niet. Op het moment dat je dat college hebt gevolgd, dan ga je werken aan je product en dan komt dat eruit. Op zich, na deze opleiding, je merkt eigenlijk de groei gedurende de hele opleiding. Omdat je op een gegeven ogenblik, je gaat anders naar de organisatie kijken waar je in zit. En je neemt alles wat je leert, ook van je medestudenten, neem je mee in je werk. Waardoor je zelf, als het een organisatie is die heel veel tekort schiet, dan merk je dat soort dingen direct. En dan, als je weet dat het iets zoiets is van, hier gaat het niet goed komen, je merkt gewoon van, ik voel me hier niet meer prettig. Dus dat is ook de ervaring die andere studenten hebben aangegeven hoor. Uh-huh. Dat ze dan gaan uitkijken naar een andere uitdaging, omdat ze voelen het niet meer in die organisatie. Je zou dus zeggen, als ik je dat goed begrijp, die opleiding geeft je daar ook een heel andere push, een heel andere kijk op jouw eigen werkzaamheden. Klopt, je leert er heel veel uit en je gaat anders naar zaken kijken. Je gaat verder denken over situaties. Meneer Reijzen legde ook uit van, in Nederland ziet de studie er anders uit. Suriname, doordat mensen werken en studeren, is dat ook een beetje anders. Hoe lang heeft de studie voor u geduurd? 4 jaren. U heeft het met succes afgerond, mag ik aannemen. Zou u iemand die een bachelor's opleiding heeft afgerond aanraden om deze opleiding of dit instituut te bezoeken? Zeker weten, zeker weten. Kijk, het is action learning. Vooral als je, het leert je eigenlijk ook om zelfstandig dingen te gaan doen. Want veel studenten, ja, bij de ene werkt het beter dan bij de andere, maar mensen hebben vaak het gevoel dat klassikale, ik moet lekker elke dag in de klas gaan zitten en een tentamen maken. Maar hier ben je echt, je krijgt een nadat je college hebt gevolgd, moet je je Q&A's gaan maken. Je moet daaraan gekoppeld een opdracht maken. En dat wordt dan je, eigenlijk je examen voor dat vak. En het is, Je deelt je eigen tijd in, om het zo te zeggen. Je geeft zelf aan van, hey, ik besteed per week, besteed ik 48 uren bijvoorbeeld aan mijn studie. Ik beantwoord elke dag een vraag en dan moet ik er wel komen, moet ik wel op tijd af kunnen ronden. Natuurlijk komen er altijd situaties bij. Heb je niet in de hand, maar je komt er wel uit. Maar wat ik mij afvraag, wat houdt nou een master in business administration? Mijn vraag aan business. In welke richting moet men nadenken als men denkt MBA? Eigenlijk met die master in business administration kan je zo wat overal terecht. Uh-huh. Zij overheid, zij particulier en die richting. Omdat de onderdelen die je krijgt, zoals marketing, financieel, internationaal management. Je hebt ook strategisch management. Het zijn eigenlijk dingen die je overal kan gebruiken. Okay. Dus je zou overal terecht kunnen. Dus je hoeft niet echt specifiek, want je hebt mensen die
een bepaald type bacheloropleiding hebben gedaan. En vaak genoeg willen ze een beetje afwijken van wat ze hebben geleerd in hun. Dus vandaar ik die vraag heb gesteld. Oké, prima. Mevrouw Boldewijn, heel hartelijk dank. Ik denk van dat de kijkers die toch nog een beetje twijfelen als ze wel of geen MBA willen doen. Met uw testimonial denk ik dat ze wel de goede richting zijn geholpen. Ja, ik hoop van wel. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Ja, meneer Rijssel, u bent weer aangeschoven. We hebben het testimonial gehoord van mevrouw Boldewijn. 10 jaar IBSAE. Wat is in het perspectief voor de toekomst voor dit instituut? Laat me zo beginnen. Als ik kijk naar het perspectief. We hebben de afgelopen 2 jaren hebben we een heel moeilijke periode gehad. Het uitvallen, het overlijden van de vorige directeur, die heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk een eigen heroriëntatie op het geheel heeft moeten plaatsvinden. En we denken, als het gaat om het perspectief, dat wij nu richting gaan met die, ook met de COVID ontwikkelen, dat je je zaak opnieuw zou moeten bekijken. We zitten midden in die fase om te kijken van oké, hoe gaan we dat verder doen? In elk geval is het belangrijk dat we vinden dat wij een bijdrage kunnen leveren aan Suriname, aan de nieuwe manager die Suriname, of de leider die Suriname nodig heeft. En dat is noodzakelijk. En ik zei al eerder in het gesprek, allerlei perspectieven worden ons aangeboden op dit moment. En we kregen allerlei mooie dingen te horen, maar niemand zegt van maar hoe gaan we die mensen... Hoe gaan we het met de Surinamers die hier doen? Wat gaan we ze aanbieden? Welke tools gaan ze meekrijgen? Hoe gaan we dat doen? Dat zien we. En wij willen een bijdrage daarin leveren. We gaan sowieso de bijdrage aanleveren. Om juist met het opleidingspakket dat er nu is, zonder dat ik reclame maak voor dingen, maar we willen graag inspelen op die situaties, die vragen om een bepaalde aanpak. En we zullen altijd het model van action learning gebruiken. Om een voorbeeld te geven, het is niet mooi terugbaar gemaakt, maar we hebben bij IBSAE een opleiding voor management in de zorg. En dit is een bacheloropleiding. En die is er nu 2-3 jaar. De eerste mensen studeren ook af. Maar het is helemaal erop gericht op de mensen die in de zorgsector zitten, dus in de ziekenhuizen werken, thuizen werken, om hun specifieke tools mee te geven die noodzakelijk zijn om hun werk het beste te doen. En die tools en het instrument die we daarvoor gebruiken is het concept van action learning. Omdat action learning die is... Simona zei het mooi, het dwingt jou zelf, maar ik denk een van de mooiste dingen van het model is gebaseerd op samenwerken. Werken vanuit een team. Je staat niet alleen voor, die subsetgroepen zijn voor ons een voorbeeld van hoe een team zou moeten werken en hoe je bijdrage kan leveren in het team. Dus samenwerken is een belangrijk ding. Zelfdiscipline is een belangrijk onderdeel ervan. En dat kan je overal gebruiken. Dat klopt. Want waar je ook gaat, soort organisatie je go, waar gaat het altijd om? Kunnen die mensen samenwerken? Hebben mensen diezelfde discipline? Beschikken ze over de juiste competenties? Het is steeds diezelfde vraag. Overal waar je gaat, maakt niet uit in welke branche je zit. Dus wij denken met dat concept die we hebben, het model, het wiskundig model die er is, dat wij een goed perspectief kunnen bieden. We willen inspelen, we gaan inspelen op dat die ontwikkeling in het land speelt. Die discussie zijn we nu bezig met elkaar, gaan we nu aan om nog scherper te kijken met anderen hoe we dat zouden kunnen doen. En wij geloven in het concept van samenwerken. Samen, wie het wil, niet zelf uit te vinden.
Je moet samenwerken met instituten in het land. Je kan samenwerken met buitenlandse instituten, omdat Suriname, COVID heeft in ons één ding geleerd. Je staat niet alleen. De wereld is ook jouw speelveld. Helemaal. Dus we willen het zowel met onze nationale instituten doen, als ook met internationale dingen. En die samenwerkingen zijn er. Ik praat niet over alles, maar u mag ervan uitgaan dat we met de meeste instituten hier, ook in Suriname, een band hebben of verbinding hebben. Of het instituut waar ik vandaan kom, waar ik de afgelopen jaren bezig ben geweest, met KES, Kennis Expertise Centrum. Nou, dat je met die organisaties gewoon rustig doorgaat en handzamen. Ik ben een persoon van praktisch. We moeten praktisch handelen, stimuleren in dit land. Kennis moest er, theorie moest er. Maar dat praktisch handelen, we zijn waarschijnlijk een ander soort volk. Op dat stuk, of doorsnee arbeidsmensen zijn gericht in doen. Helemaal in doen. Dus een firma, want wij die in het vak zitten als onderwijskundigen, moeten beter, scherper gaan nadenken. Hoe kunnen wij zorg dragen dat al die mensen die in Suriname, die graag met hun handen of met dingen werken, welke tools kunnen we ze bieden, dat ze in feite wel op het niveau komen dat we graag willen. Tot slot, meneer Rezel, wat is uw inspiratie? Want 2021 is haast om. Wat is uw inspiratie vanuit het oogpunt van het IBSAE naar de hedendaagse student? Er zijn twee dingen. Er is een persoonlijke en dat heeft meer te maken met de lijn die ik met mijn broer heb gehad. We zijn beide onderwijsmensen geweest. Dus van buiten kijk. Ik geloof dat dingen die goed zijn moeten voortgezet worden. Dat geloof ik in. Dingen die zijn meerwaarde hebben bewezen, moet je alles eraan doen dat anderen daarvoor kunnen genieten. Mijn inspiratie hebben, 15 jaar geleden hebben wij gezegd, we need to give back. Teruggeven, je zegt in de fase van mijn leven ben ik bezig alles terug te geven die ik heb gehad. Maar dat is ook de basis, het basisidee dat binnen IBSAE leeft. Je moet kennis, kunde, moet je teruggeven. En die kennis en kunde die je teruggeeft, moet je zien bij anderen. En dat willen we ook doen. Omdat wij geloven in leven lang leren. Leren is leven lang. Je stopt met leren wanneer iemand die schepper jou geroepen heeft. Dan heeft hij gezegd, het is afgelopen, je hoeft niet meer te leren. Dus wij geloven in levenslang, dat is ons motto geweest altijd. Teruggeven en levenlang leren. Het perspectief dat wij hebben voor de komende periode, is dat we openstaan om mee te praten, mee te denken, met elk een die in feite in die ontwikkeling van Suriname een bijdrage willen leveren. Maar wij geloven in dat we kunnen wat we kunnen. Maar ik hoop ook dat Suriname gelooft in haar eigen mensen. Dat wij die hier zijn in dit land zijn in staat om soms, we can do a lot. Omdat ik me elke keer afvraag, die ene mattie van me die naar het buitenland gaat of zo'n kind die naar het buitenland gaat, die doet het geweldig. En what about hier? Dus voor mij is dat perspectief echt van, we gaan een bijdrage leveren in die hele discussie. En we hopen heel goed dat er een nationale discussie ontstaat over wat voor soort werk samen mensen hebben we nodig. Zou het doen in plaats van al dat andere getalk. Laten we mensen tools meegeven dat ze werk weer kunnen doen. Dat we kwalitatief op een hoger niveau kunnen komen. Want het is elk een die je kent, die vertrekt naar het buitenland en als hij terugkomt, staat hij op zo'n niveau en wij zijn hier blijven zitten. We moeten er vanaf. Waarom kunnen wij onszelf niet optrekken naar het aardig niveau? Waarom lijkt het als
wij zelf die in het land zitten, vinden dat, onze mensen kunnen het niet. We krijgen niet die push. Terwijl ik denk dat er heel veel mensen zijn, alleen als ik kijk naar de mensen die hier zijn afgestudeerd bij IBSAE, of hij een rol op voor wij heeft, of voor het Noordland heeft, of noem maar waar ze allemaal zitten. Maar het zijn allemaal mensen die keihard hebben moeten werken, niet ook een beetje keihard, keihard hebben moeten werken, hebben laten zien. En ik denk, ik ga twee namen noemen van twee mensen. Rolf Verweij, die is de eerste student die cum laude geslaagd is. In Boenja, je moet goed zijn. En ik ga namen noemen van iemand die men niet gaat denken. Ruud Mangro, de directeur, verpleegkundig directeur van Diakonissenhuis. Ook cum laude geslaagd. Het zijn mensen die in feite keihard tussen al hun studie door voor mij de grootste voorbeeldfiguren zijn voor anderen. Het zijn silence people. Je ziet ze niet. Maar de meeuwen ook al. En ze hebben alles meegekregen om die job goed te kunnen doen. Helemaal, helemaal. Ja, absoluut. Meneer Rijssel, heel hartelijk dank. En alsnog de hartelijke felicitaties. Het kan een beetje somber zijn, net als wat u zei, met het overleden van de vorige directeur. Maar het blijft nog steeds een heugelijk moment en feit ook dat u 10 jaar zoveel mensen mocht afleveren. Bedankt voor de informatie en ik ben er zeker van dat de samenleving daarbij ook bijdraag zal hebben. Thank you. Nou, we hebben het graag gedaan. Ik zeg, je moet ook je deuren opengooien voor anderen, toch? Absoluut. Oké. Okay. Kijkers, u heeft meneer Reza gehoord. We moeten onze deuren open houden en we moeten openstaan om Suriname ook wat meer bij te leren. Dat was het voor dit eerste deel. Wij zijn zo weer bij u terug met het tweede deel van een gesprek met. Tot zo. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit deel praten we met meneer Johan Rozer. Hij is de voorzitter van de Henry de Siel Stichting. En met hem gaan we praten over onze Surinaamse volkslied dat 62 jaar geleden officieel werd vastgesteld. Meneer Rozer, welkom in Gesprek Met. We praten over onze Surinaamse volkslied en we weten allemaal dat het geschreven is door Trifosa. Zijn eigenlijke naam is Henry de Siel. Wat kunt u ons vertellen over Trifosa? Nou, Trifosa heeft de opdracht gekregen van de toenmalige regering om een van de nationale symbolen, in dit geval het volkslied, te schrijven. En hij heeft dus die opdrachten aanvaard. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat er twee teksten lagen. Een tekst in het Nederlands en een tekst in het Surinaams. En na discussie in de toenmalige staten is het dus goedgekeurd. En we hadden dus nu 62 jaar geleden het Surinaams volkslied. Veel Surinamers hechten meer waarde aan het tweede couplet van het Surinaams volkslied. Heeft u misschien een beeld waarom? Het is denk ik een onderbuikgevoel. En het Sernang, hoe dan ook, Sernantongo, spreekt meer. En de tekst die er gekozen is, de woorden die in het tweede couplet zijn vervat, die spreken kennelijk heel veel mensen aan, dus de hele samenleving. Maar dat is ook verbindend, omdat doorgaans de hele samenleving Sernang verstaat en spreekt. Dus denk ik dat ook het Nederlands van het eerste couplet
zou je kunnen zeggen dat mensen het niet allemaal goed precies kunnen verstaan en weergeven. Dat toch wel in vergelijking met het Sernang deel van ons volkslied, dat het toch wel verstaanbaarder is en dat het voor mensen veel herkenbaarder is als Suriname. Ja. Aan zijn grond zijn wij verpand. Ja, dus, weet je, dus dat zij wat mensen kunnen vragen van, maar wat is verpanden? Wonen we hier of zijn we naar hier gebracht? Zitten we vast? Dus mensen kunnen erover vragen over stellen. Dus kennelijk ligt het daar dat het tweede couplet mensen veel meer aanspreekt dan het eerste couplet. En hoewel het 62 jaar geleden is vastgesteld, wijzen heel veel Surinamers nog erop dat het volkslied verkeerd wordt gezongen. Hoe gebeurt dat, denkt u? Ik denk dat de mensen goed naar het volkslied moeten luisteren. En doorgaans nemen we dus de twee groepen die we hebben, met name de politie en de militairen, de muziekkapel van de militairen en de politie, dat zij het juist spelen. Dus daar moet er goed naar geluisterd worden. Maar we moeten ook trachten, en dat leer je eigenlijk op school, hoe je het volkslied moet zingen. Want mensen leggen verkeerde accenten, mensen spreken woorden niet voluit. En mensen geven soms de melodie ook een eigen invulling. En dat moeten we dus niet doen. Een voorbeeld is dat iemand zei tegen hem een keertje van werkend houden in gedachten. Daarom gaat Suriname niet vooruit, want we hebben alleen maar in gedachten werken. Weet je? Dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar het gaat er dus om dat het aangeleerd moet worden. En mensen goed moeten luisteren naar wat er gezongen wordt. En daarom ben ik persoonlijk geen voorstander dat er allerlei versies van het Surinaams volkslied worden gemaakt. Het kan een keertje dat je het varieert. Maar zeker bij officiële gelegenheden moet je het zingen. Moet je het bespelen zoals dat is vastgelegd in de wet. En u bent de voorzitter van de Henry de Siel Stichting. En we kennen bijvoorbeeld in de eerste couplet de fout die vaker wordt gemaakt, maken ons vrij. Is de stichting bezig of is de stichting eens bezig geweest om die verwarring op te helderen? Niet echt, maar we hadden wel een keertje een lezing gehouden over het volkslied. En we hadden dus daarbij de heer Breveld, Hans Breveld, die gaf een de ontwikkeling over ons volkslied, hoe het volkslied tot stand is gekomen. En we hadden dus toen gevraagd aan Mavis Noordwijk, de muziekpedagoog, om dan de juiste toon te zetten. En het was een heel leuke avond, maar misschien moeten we dat ook de kinderen op school, moeten we ze helpen om dat een beetje beter te doen. We hadden in verband met 60 jaar volkslied, hadden we samenwerken met de Senja School. En daar hadden we dus ook geprobeerd om de kinderen de juiste, het zingen van de juiste melodie bij te brengen. We hebben gesproken over onze eerste couplet, maar welke fout komt het meest voor bij de tweede couplet van het Surinaams volkslied? Ja. Ik denk dat bij het tweede couplet gaat het wel redelijk, maar ik denk dat ik weet van muziek weinig af hoor, maar dat deel van once opeta takomopo, wie moest die kondre broer, strede stree, en daar gaat het, bij strede stree gaat het meestal minder goed wanneer het tweede couplet wordt gezongen. Het is strede stree, want je kan niet zeggen strede stree, kan je niet zeggen, strede stree, dus dat je het volkslied hebt geïnternaliseerd, komt ook in die tekst voor. Dat je zegt van strede stree, wie nosa vrede, gado de vivissima. Weet je, maar je hebt mensen die ermee slepen. Gado de vivissima. Ja, dus dat moet het niet zijn. Het volkslied moet oproepen tot strijdbaarheid, tot inzet,
tot. En het bijzondere van een Surinaams volkslied, als ik dat mag zeggen, is dat we moeten begrijpen dat het een opdracht aan elke Surinamer is. Om zinvol te zijn. Om inhoud te geven aan zijn burgerschap. Om ervoor te zorgen dat hij een waardige burger is. Dat is die oproep. Sta op, doe iets. Wees niet lui. Ontwikkel iets voor jezelf. Wees creatief. Hou van het land. Zet je in. School je. Zorg ervoor dat je een waardige plaats in de maatschappij kan werven door eigen inzet en inspanning. Wacht niet op anderen. Doe iets voor jezelf. Ontwikkel jezelf. Ik denk dat dat de strekking is van de oproep die Trefosa doet in met name het tweede couplet van ons volkslied. Ja, de oproep van Trefosa is heel duidelijk in het tweede couplet van ons volkslied. Maar we merken heel vaak dat bijvoorbeeld wanneer het volkslied gezongen wordt, mensen een lakse houding hebben. Vindt u dat die mensen niet nationalistisch zijn? Nee, het is alwetendheid. En de waardering die mensen aangeleerd moet worden. De waardering die je moet hebben voor nationale symbolen. Als de vlag wordt gehezen en gestreken, zie je niet meer dat mensen, automobilisten, stoppen waar een vlag wordt gehezen of gestreken. Aan de onafhankelijkheidsplein heb je dat, maar dat komt omdat er een militair staat om het verkeer tegen te houden. Maar je ziet dus dat we dat respect voor de nationale symbolen moet worden bijgebracht voor ons volkslied en voor de vlag van Suriname. En als we dat niet doen en veronderstellen dat mensen dat vanzelf leren, dan gaat die lakshouding ten opzichte van die nationale symbolen blijven. Dus we moeten mensen, kinderen, van kleins af moet je mensen de waarde van het volkslied leren, de betekenis ervan. En wat je houding moet zijn ten opzichte van nationale symbolen. Omdat het dingen zijn die verbinden. Ze zijn voor ons allemaal en ze geven ons identiteit wie we zijn. Want als we de vlag van Suriname zien, waar ook ter wereld, weten we van dit is een vlag van Suriname. Als Biggie Boy gevochten heeft en de vlag van Suriname om zijn middel vastknoopt, dan weet de hele wereld van, hij komt uit Suriname. Als nationaal symbool zien we dat aan de vlag die hij draagt. Dus dat is de waarde die we hebben. Het maakt ons tot wie we zijn als land. Ja, en nu hebben we een stichting die vernoemd is naar de persoon die het volkslied heeft geschreven. Wat is de exacte bedoeling van deze stichting en hoe lang bestaan jullie er al? We bestaan sinds 2002. Ja, 2012 is de stichting opgericht. En we houden dus jaarlijks op de jaardag van Trefosa houden we een lezing. En de lezing gaat meer over Trefosa's leven, maar ook de betekenis van het werk van Trefosa. Hij heeft zich heel erg ingezet voor het ontwikkelen van het Sernang, samen met andere grote Surinamers die heel bewust waren en nationalistisch met betrekking tot onze taal en hoe onze taal een plaats moet krijgen binnen ons, binnen onze samenleving en de waarde die je moet hebben voor ons. En hij heeft dus ons gebracht naar met de gedichten die hij geschreven heeft, die heel bezielend zijn. Heeft hij ons materiaal gegeven om te reflecteren op wie we kunnen zijn als mens, maar ook de manier waarop de dingen ons bezighouden en hoe we die verwerken in het leven van elke dag. En we nodigen dus elk jaar een bijzondere Surinamer uit om een presentatie te houden vanuit het perspectief van Trefosa. En het centraal thema is eigenlijk Trefosa en Suriname. En dat geven we in die lezingen handvatten aan mensen om na te denken over het zijn als Surinamer en welke bijdrage je als Suriname kan leveren in eigenlijk de voortgaande discussie over hoe we de samenleving beter kunnen inrichten. Als organisatie hebben we aan de wieg gestaan van, of het eigenlijk het initiatief genomen
om de associatie van Surinaamse taalgemeenschappen op te richten. En daar willen we dus dat deel van taal, Surinaamse talen, daar willen we dat dus laten verder ontwikkelen. Er aandacht aan wordt gegeven, onderzoek wordt gedaan naar de Surinaamse talen, behoud van de Surinaamse talen, de erfgoedwaarde van de Surinaamse talen. We hebben relatief weinig geschreven over de Surinaamse talen, maar we hebben een enorme orale traditie en we moeten dus ervoor zorgen dat die talen blijven leven, zodat we dan die verhalen, het erfgoed uit die taal, uit die verhalen kunnen halen. Dus de associatie gaat voor wat van de talen betreft mee aan de slag. En als we daarnaar kijken, de gedichten van Trefosa, zijn bijdrage aan het volkslied. En, wat voor inspiratie zouden we als jonge natie van 46 jaar moeten putten uit en het werk dat Trefosa hier verzet? Dat we allemaal ervoor moeten zorgen dat we waardevolle burgers zijn. Dat we ongeacht wie we zijn, onze etnische achtergrond, onze geloofsovertuiging, hoe we eruit zien, geel, groen of zwart, dat we beseffen dat we dit land van ons is. En dat we dus ons ook daadwerkelijk voor gaan inzetten om het te ontwikkelen. Omdat wij zelf doorhebben als stichting dat ondanks de politiek Suriname een multiculturele diversiteit is, een diversiteit is van culturen, maar dat het aan onszelf ligt en zal liggen om die samenleving niet op te blazen. En we moeten beseffen dat, en we moeten zoeken naar de bindmiddelen die er zijn en heel bewust die bindmiddelen inzetten om die verbinding met elkaar te behouden en verder en sterker te maken. Als we dat niet doen, dan gaan we zeker met de huidige onderbuikgevoelens die er zijn, ja, gaan we die samenleving opblazen en dan gaan we niet de opdracht inhoud geven aan de opdracht die Trefosa ons heeft nagelaten. Meneer Rooser, een heleboel mensen zullen de opdracht wel snappen, maar dan hebben we heel veel van de jongeren die er niet bij stilstaan. Heeft u misschien een boodschap aan deze jongeren over de ontwikkeling van Suriname en de opdracht van Trefosa? Ja, dus we willen inderdaad ook meer aandacht gaan besteden aan de jongeren. Het is niet voldoende alleen om te wijzen op het belang en respect voor nationale symbolen. Toeval wil dat we gisteren hebben we gesprek gehad met, als ik de namen mag noemen, Hilly Aarduin en Indra Hoe, om voor ons een verhaal, leerboek te schrijven over verantwoord burgerschap. En de mensen zijn heel erg enthousiast over. En we denken begin 2023 dat verhaal/leerboek uit te geven en daar gaan we dus verschillende vormen van implementatie van dat boek gaan we toepassen. We gaan kinderen verhalen over laten schrijven, er komt een lesbrief erover, hoe kan ik een verantwoorde burger zijn, hoe kan ik liefde voor mijn land ontwikkelen enzovoorts enzovoorts. Maar ook in kunstzinnige opzicht gaan we dat dus uitbuiten. Dus daar hopen we in ieder geval ook de jongeren, is weliswaar de leeftijdsgroep 12-18, te zullen bereiken. Maar dat is in ieder geval de groep waarvan we weten dat ze, wanneer ze naar de stembus moeten gaan, wanneer ze kiezen, dat ze een beetje anders kijken naar wie ze allemaal kiezen. Omdat ze op basis van hun als verantwoordelijke burger ook onderscheid kunnen maken tussen wat echt en wat niet echt is. Dank u wel, meneer Rooser. Zo kijkers, met de boodschap van meneer Rooser zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Ik zou zeggen, blijf de stichting volgen en
onderzoek ook wat Trefosa allemaal voor Suriname gedaan heeft, zodat ook u weet hoe een waardige burger te zijn. De stichting zal in de komende tijd bezig zijn met een leerboek, dus zo kunnen jongeren ook leren wat hun positie of wat hun rol zal moeten zijn in onze samenleving. In het eerste deel van In Gesprek Met zag u mijn collega Sifra Goldland, die gesproken heeft met Robbie Rijssel over het 10-jarig bestaan van IBSAE. Dat was het voor deze keer. Tot volgende week in een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.